Goedemorgen, leuk dat je er weer bij bent. Vandaag is onze dagkaart de 7 van munten, progressie. Dus er komt ergens, iets wordt in gang gezet. Er komt iets in actie, je gaat progressie, je gaat voortgang zien. Een dankbaarheidsdagboek. Er is altijd wel iets waar je dankbaar voor bent. Het is ook heel belangrijk om dankbaar te zijn. En door de goede dingen in het leven, deze te erkennen, nodig je steeds, in feite, nog meer goede dingen uit in je eigen leven. Een dagboek waarin je dankbaarheid beschrijft is een herinnering aan dingen waar je dankbaar voor bent geweest. Koop een leuk blanco dagboek of maak er zelf een. Schrijf met pen op diverse kleuren in en gebruik verschillende kleuren voor bepaalde onderwerpen. Roze voor mooie dingen, geel voor vrienden en groen voor overvloed. Je kunt er elke dag, elke week of elke maand in schrijven, maar het beste is dat je het regelmatig doet. Schrijf de datum erboven en noteer daar waar je dankbaar voor bent. Waarom en welke omstandigheden deze dankbaarheid creëren. Het dagboek zal het verhaal van je gevoelens en ervaringen worden. Het is heel leuk om terug te lezen wat er in het verleden is gebeurd en wat je allemaal hebt opgeschreven. En het bijhouden van een dagboek herinnert je aan je dankbaarheid voor alle dingen die jou gelukkig maken. Als je er elke dag in schrijft, kan je jezelf een doel stellen. Een bepaald aantal dingen noteren waar je elke dag weer dankbaar voor bent. Als je vervolgens de gewoonte aanneemt om al je zegeningen te tellen, zul je merken dat je voor steeds meer dingen dankbaar bent. Je kunt ook zomaar in het wilde weg zoveel mogelijke dingen opschrijven. De meeste mensen hebben ontelbare dingen waar ze dankbaar voor zijn. En dan is het gemakkelijk om de duidelijkste dingen ervoor uit te halen. Na een paar dagen zal je echter zien dat dagelijkse dingen zoals het eten, je huis, kleding en ga zo maar verder, je leven waarderen en extra dimensie geven. Wanneer je er naar op zoek gaat, zul je merken dat je beloond wordt met ontelbare geschenken van dankbaarheid. Er zullen mensen in je leven schijnen en weer verdwijnen. Met een schitterend juweel van vriendelijkheid of zomaar een simpele glimlach. Geef je dankbare houding door aan je familieleden, je vrienden en schrijf zo ook in je dagboek en beschrijf ze. Geef een dagboek bijvoorbeeld cadeau als dankbaarheid, zodat zij hun dankbaarheid kunnen opschrijven. Je begint met ze te vertellen wat jij in hen waardeert. Beschrijf wat zij jou hebben gegeven, welke eigenschappen jij bij hen ziet en wat je ze toewenst. Als jij iemand waardeert, is dit een van de mooiste geschenken die je hem of haar kunt geven. Schrijf het op en blijf voortleven. Ik wil je een hele fijne dag toewensen. Heel veel liefde en licht. Tot morgen. Namaste.